Ik twijfelde heel erg aan van ja, wat kan ik nou? Ik kan wel van alles wat, maar wat kan ik nou zelf echt doen om anderen te kunnen helpen? Op dit moment heb ik een goed lopend bedrijf waar ik echt voor sta. Ik weet wat ik wil. Ik heb meer vertrouwen in mezelf, in mijn kunnen. En ik heb gewoon klanten die ik kan helpen met hetgene wat ik het liefste doe. En ik kan voor mijn gezin zorgen en thuis zijn voor mijn kinderen wanneer zij uit school komen. Dus dat maakt mij een veel betere moeder ook. In januari, aan het einde van de opleiding, zei ik van ja, ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik heb gewoon geen klanten. En we zijn een jaar verder en ik zit gewoon helemaal vol. Op een of andere manier kwam die flow erin. En ja, door alles wat ik had geleerd, kon ik mijn klanten ook beter helpen. Die flow kwam erin doordat Danielle mij het zelfvertrouwen gaf om door te zetten, de mindset om door te zetten. En dat heb ik gedaan. Danielle die zorgt ervoor dat wij naar de top groeien omdat zij zoveel geeft. Zij geeft eigenlijk alles wat zij leert, geeft zij ook weer terug aan waarde in de opleiding. En dat heb ik gewoon nog niet eerder meegemaakt. En dat voelde voor mij heel erg waardevol, heel goed. Ik zou het programma aanraden aan vrouwen, moeders die heel graag thuis voor hun kinderen willen zijn. Maar ook de uitdaging aan willen gaan door een bedrijf te gaan starten. En ja, die twijfel over wat ze kunnen. Want Danielle kan die twijfels wegnemen en het beste in jezelf naar boven halen.